Goeiedag iedereen, op deze 14 oktober 2020. Ik ben hier aan het winkelcentrum van de Kennedylaan te Terneuzen. Dus momenteel is het 21:45, dus hier nog een beeld op de winkels. Dus je hebt daar in de hoek de Aldi, dan de Action en dan ook de Lidl aan de linkerkant en verschillende handelszaken. En hier rechtover ja, de grotere zaken zoals de Hama, BCC, Leenbakker, dan ook wel nog een meubelenwinkel, Budget wonen en aan de rechterkant hier heb je ook de Carpet Rides. Dus een beeld van Terneuzen, 21:45, dus ziet het shoppingcenter is er hier weinig volk. Ja, deze locatie is enkel bereikbaar met de wagen. Er is hier geen openbaar vervoer of eventueel met de fiets. En ook op een wandelafstand is het wel redelijk ver. Het is wel even buiten de woonwijk hier. En dan wat de mondmaskerbeleid betreft, we hebben het gisteren kunnen horen in de maatregelen. Het wordt verplicht in openbare plaatsen, ook de winkels. Tot heden was het een advies, sterk aanbevolen advies, maar men merkte nog altijd het probleem dat er vele mensen zijn die het mondkapje niet willen dragen of het ook gewoonweg niet dragen, ondanks het advies. Nee, het is logisch dat men op een in de polders, dat men daar geen mondmasker moet dragen, waar er geen mensen zijn. Maar ik zeg, op drukke plaatsen zoals in de winkels. En dan ook drukke momenten soms, is toch wel aanbevolen. Allee, nu is het, zal het verplicht worden. He. Het is nu gezegd op de televisie, een verplichting. Ik heb ook gehoord dat dat moet aangepast worden juridisch. Dus dat neemt waarschijnlijk nog enkele dagen de tijd. Maar bon, een verplichting, maar je ziet nog altijd op vandaag. He. Ik ben even gaan kijken naar die winkels die hier al open waren om 8 uur even. En je ziet nog altijd mensen die dragen gewoon geen mondmasker. Die trekken er niets van aan. Het is wel een feit dat Zeeland een minder gevoelige plaats is voor het virus momenteel. Als je vergelijkt met andere locaties in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat men hier klakkeloos... Ja, zijn afstand niet moet houden bijvoorbeeld en geen mondmasker moet dragen. Hè. Ik zeg, het is toch wel een landelijk advies geweest en nu ook wel een landelijke verplichting. Ik zie dan ook wel mensen die hun mondmasker dragen in de wagen. Ik heb zo net hier kunnen zien. Op de fiets. Dus het is echt heel afwijkend. Je ziet mensen gewoon op straat al met een mondmasker in de winkel en dan zie je gewoon mensen die trekken hun van niets aan. Dus het is wel belangrijk dat die preventie wordt nageleefd. Zo beste mensen, was het hier even te Terneuzen op deze 14 oktober 2020. Ik zou zeggen, zorg goed voor je gezondheid en zet de stap, koop je mondmasker. Waar dan ook, het is van absoluut belang voor uw gezondheid en voor de medemens. Tot later.